Welkom terug bij Test Drive Unlimited 2 en we zijn op dit moment in een car dealer omdat ik wil kijken hoe je nou die DLC auto's kan krijgen, zoals deze, de Jaguar XKR Speedpack. Maar I don't know, er staan wel wat instructies op YouTube en zo, maar dat is volgens mij vooral voor PC. Maar als iemand wel weet hoe je dat kan doen. Want het erge is, ik heb er ook een paar gekocht. Misschien wel bijna allemaal of zo. Maar aangezien de servers van Test Drive Unlimited offline zijn, kan je die auto's niet meer, niet meer gebruiken. En er schijnt een cheat te zijn om dat wel te doen. Maar ik weet dus nog niet helemaal hoe dat gaat. Maar oké. Wat waren de knopjes om te schakelen? Niet dit. Ah, oh man. Verkeerde knopjes. Kom op. Ga weg hier. Maar anyway. Ik ben dus weer terug met Test Drive Unlimited. Een paar weken geleden hebben we een best wel lange Let's Play gedaan. Zo schakel je. I remember. Waarom wisselt de camera? Is dat iets wat ik wilde? Denk het niet. Alright. Wat gaan we eigenlijk doen? Dat is een hele goede vraag. Wij gaan hier kijken. En dan die hebben we gedaan. Wat hebben we allemaal gedaan? Ik denk, alles? We moeten een license doen, denk ik. Hebben we de asfalt license al? Nee. Ah, oké, dat moeten we doen. Het is niet zo heel ver, dus daar kunnen we gewoon naartoe rijden. Maar ja, het zou best wel jammer zijn als we geen enkele DLC car kunnen gebruiken. Mijn controle is heel erg raar aan het doen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar dit deed mijn andere controle net ook al. Daarom heb ik deze gepakt in de hoop dat het dan wel afgelopen zou zijn. Oké, beetje apart. Het lijkt alleen te gebeuren als ik uit de map mode kom. Dat hij ineens dingen aan gaat zetten die ik helemaal niet wil. Wow, what the? What the hell? Oké, dit ding is possessed. Oké, schakel terug. Hoe makkelijk ik hem kwijt ben. Iets klopt er niet. Maar oké. We gaan kijken of het... Kijk. Oh mijn god. Wat is dit? Wat is dit allemaal? Wat de hel? Oké. Misschien als ik... Misschien ligt het aan dat... Nee, nee. Ik dacht dat het ligt aan het kabeltje, maar dat is zeker niet het geval. I'm very confused. Ik ga de andere... Hoe trouwens heeft dit ding nu al twee streepjes bij de batterij? Want ik heb hem echt net erin gedaan en net was hij helemaal leeg. Hopelijk doet deze het. Als hij het niet doet, hebben we een probleem. Dan kunnen we dit spel niet spelen. Oké. Vooralsnog. Nog niks raars. Laten we even naar het menu gaan. En weer terug. Oké. Dit lijkt te werken. Ja, ik dacht dat dit... misschien heb ik gewoon weer de verkeerde controle gepakt. Maar ik dacht dat dit juist de controle was die zo raar werd.
Wat is deze muziek? Zet het uit. Zo doen we dat. Oké. Back on the road. Alles gaat goed. Kijk, ik ben hem nu niet meteen kwijt als ik dit doe. Dat is wel een verschil met de vorige controle. Maar ja, een beetje raar. Oh ja, dat verklaart wel. Ik wilde laatst gaan spelen. Terwijl ik echt weer moet wennen aan deze controls van het schakelen. Maar ik wilde laatst FIFA gaan spelen op de PlayStation 3. Een hele oude FIFA. En toen elke keer als ik L2 drukte, kwam er een sliding. En iedereen die een beetje FIFA kent, weet dat er pas een sliding komt op het moment als je vierkantje drukt. Dus, oké. Grip, ergens, nee. Oké, dan niet. Oh man, de knopjes. In Formule 1 en Project Cars en zo gebruik je kruisje en vierkantje om te schakelen. En in dit spel gebruik je driehoekje en een rondje. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar anyway. Wat was ik aan het vertellen? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik weet wel dat ik overal te laat voor heb. Ik heb hier ook geen racing line, hè. Dat is ook een verschil. Alright. Ik denk dat we wel wat rijlessen nodig hebben. Dus het lijkt me goed dat we dat nu gaan doen. Your destination is 2 kilometers away. In dus een nieuwe klasse. Maar ja, dat de servers online of offline zijn van dit spel, dat betekent denk ik ook dat je niet naar een casino kan. Don't lose it. Right, we zijn bijna bij het vliegveld en naast het vliegveld is de rijschool. Het gaat beter. Ik begin eindelijk te snappen dat je op rondje moet klikken om terug te schakelen. Je moet ook weer een beetje wennen aan de arcade controls, want dat zijn het toch wel. Wauw. Het is geen Project Cars ofzo. Gran Turismo. We zijn er. Reverse. Oeps. Ja, gaat allemaal goed. Ik denk dat we een filmpje krijgen. Come on, why is it taking so long to get ready? Well, let's go! And here we are at the famous Marco Luzzini's Asphalt Racing School. Hello, Marco. Hi. The asphalt is, of course, one of the highlights of Solar Crown. This is where all the qualification trials take place. Will our drivers be fit to participate in the Asphalt Championships on Solar Crown? Cut. Okay, that's all for today. Looks like you really need to rest. Hi. I'm sorry I'm in a rush. Good luck in the trials. We'll meet on the track. Oké, best wel wat mooie auto's hier. Maar laten we gaan beginnen. We doen de A7 en A6. Oké. Should be easy. Tenminste, het is pas onze eerste asfalt klasse, dus de Alfa Romeo Mito. Oh ja, dus we krijgen ook meteen 2 kampioenschappen als we dit halen. Dus dan hebben we wel wat te doen. Wat een beest dit. Wow.
the hell? De controls zijn zo gevoelig. Je moet echt altijd als je dit spel weer gaat spelen. Ook al heb je net gisteren gespeeld. Maar je moet altijd weer wennen aan de controls. Maar om, als je eenmaal gewend bent, is het wel goed te doen. There we go. Het is heel gevoelig voor... Nou ja, en het is ook nog eens een andere controller dan de PlayStation 4 die ik natuurlijk meestal gebruik. Dus dat maakt het extra tricky. Slalom, volgens mij hebben we dat net toch een beetje gedaan. Oké. Okay. Ik vind het wel leuk dat er een gelukt, hoe noem je dat? Klaverblad op de zijkant zit. Gelukkig klavertje. Oh, dit gaat best aardig. Dat ging prima. Dat was iets te hard geremd. Ah, ik denk dat het wel oké is. Oké, terug. Naar zo'n 2. Door het remmen of gewoon finishen? Oké, gewoon finishen. Prima. Gaan we naar de volgende. De Urban Test. Het enige wat ik altijd onthoud is om hem in zijn een te zetten. Wauw, de remmen. Jeez. Je zag net dat ik in die Volkswagen Touareg van Ryan, dat ik elke keer veel te laat remde en nu rem ik steeds veel te vroeg. Zo bijzonder. Alright. Niet zo heel ingewikkeld. 5 seconden. Let's go. On to the next one. Perfect. Dit is toch wel een wat ingewikkeldere auto. Ik denk dat dit een A6 auto is. Camaro. Alright, brake. En brake. Alright, ongeveer een seconde. Dat gaat best prima. Kijk, 4 seconden. Beetje wat penalty gekregen, maar onze voorsprong is zo groot dat dat niet heel veel uitmaakt. Alhoewel, dat was een beetje onnodig, maar oké. Okay. We hebben het gehaald. 90 graden bochten. De hairpin turns. Oh, in een Camaro. Dat lijkt me niet het beste idee. Thank you.
Wat was de... Hoe deed je überhaupt een hairpin turn? Is dat vierkantje? Kruis. Vierkantje neem ik aan. Dit is het zeker niet. Ik denk dat het vierkantje is. Oké, we gaan het proberen. Ja, het is vierkantje. Ja, dat dacht ik. Man, deze handbrake is zo slecht. Ik kan er echt helemaal niks mee. Oké, break. Het is zo... Wauw. Oké, ik ga die bochten gewoon normaal nemen, want dat is veel makkelijker. Die handbrake, dat... Die gebruik ik trouwens ook nooit in de races ofzo, dus... Ik zie ook niet waarom ik dat zou moeten oefenen voor de rest. Alleen om misschien het rijden wat interessanter te maken, maar... Zeker in deze auto... Is het niet het beste idee om de handbrake te gebruiken? Alright. Oh, wat? Wauw. Dat was bijzonder. Ineens was ik hem kwijt. Zat ik in de eerste versnelling net, waardoor de achterkant ineens wegging. Dat scheelde wel weinig. Iets te weinig. Alright. Ik zou het makkelijk moeten gaan halen. There we go. Nog maar 2 challenges te gaan. Ja, Camaro is een auto die we kunnen kopen. Volgens mij hebben we nog geen A6 of A7 auto. Dus ik denk dat we allebei moeten gaan kopen. Misschien wel, ik weet niet. I don't know. Ja, waar moet je die hier langs? Oké. Ging goed. Aan de binnenkant. Beautiful. Wat? Wat? Wat was er nou? Reed die Alfa achter tegen me aan ofzo? Geen idee. Timing was ook een beetje raar van dat hij... Dat hij zei, you failed. Oké. Okay. Ik rijd gewoon op een goede weghelft. Niks aan de hand. Hier een divebomb. Nu gaat het best aardig. Oh, dat is wel een tikje laat gerend.
Ga ik het nog halen? Ik denk het wel. Here we go. Easy peasy. Uiteindelijk. Alright, laatste challenge. Hebben we dit ook weer gehad. Kunnen we aan de kampioenschappen beginnen en wat geld verdienen. Let's go. Oké, dit duurt maar een minuut. Het is gewoon een beetje wat we... De combinatie van wat we tot nu toe geleerd hebben in de kamer. En dan op een natte weg. Right. Dat was niet zo heel moeilijk. Dat was misschien wel de makkelijkste. Great job. Alright. Daar krijgen we onze licentie voor A6 en A7 dus. Now you just need to win the newly accessible championships. Good luck. I couldn't have done it without you. Thank you, Marco. Dank je. Alright, ik denk dat we, terwijl dit een aardige Ferrari is, de 430 Scuderia, laten we, dat is niet de uitgang. Waar is de uitgang? Oh, hier. Laten we een auto gaan kopen, denk ik. En dan gewoon meteen meedoen. Oh, een wrak. Waar is dat? Op de parkeerplaats, denk ik. Als ik me dat goed kan herinneren. Hier ergens. Wat is dit eigenlijk? Geen idee wat dit is. Het lijkt een beetje op een circuit. Ja, hier is dit is gewoon de driving school, maar. Oké. Waar was die auto? Oh, is het gewoon... Oh, oeps. Het was gewoon alleen het geluid van Wrong Direction. En ik dacht dat het metaalding was. Wauw. Maar waar heb ik überhaupt mijn GPS naartoe staan? Waarom staat er 12 kilometer? Ik ga wel nergens naartoe. Ja. Welke auto gaan we kopen? That's the question. We kunnen hier een Alfa Romeo Mito kopen. Oeh, ik kan een Audi TTS Coupé kopen voor het A6 kampioenschap. Dat is best een goed idee, denk ik. Dat zijn alleen maar classic. A7, een Golf. Nou, daar had hij gewoon al een waypoint naartoe gezet. Oké, dat is een beetje raar.
Een Golf of een Mito? Oh nee, er is nog een andere Alpha. Als ik me dat goed kan herinneren. Wat is die? Oké, okay, het is gewoon een special edition. Deze kunnen we allemaal niet. Het is allemaal DLC. Wat hebben we hier? Ah, oké, okay, dit is gewoon rood gehasseerd. Ja, ik denk dat ik de Brera wil. Dat vind ik een mooie auto. Ik vind de Golf een beetje... Ik bedoel, daar kan je zo mee op straat rijden en niemand kijkt je aan. En ik vind de Alfa Romeo toch altijd een beetje... Wel, ja, toch wel een wat mooier look hebben. Dus we gaan voor de Alfa Romeo. We gaan wel eerst 22 kilometer rijden. Met dit... met deze schroothoop van Ryan. Is dit de sticker shop? Kunnen we wat gaan doen? Oh, wauw. Zo stom. Ik druk weer op de verkeerde knopjes. Dat is jammer. Turn left. Kan ik onderweg... Nou, niet onderweg, maar... Ik zou wel graag in een andere auto willen rijden. Waarom staat hij hier zo... geparkeerd voor het opkomen van de snelweg? Dat is een beetje raar. Het lijkt me niet heel veilig. Oké, okay, dit is wel allemaal snelweg, dus dat gaat vrij snel. Het geluid in deze tunnels is altijd zo nice. Het begint wel donker te worden. Maar gelukkig hebben de dealers geen openingstijden en sluitingstijden. Dus dat scheelt. En we pikken wat dollars op onderweg. Hoeveel geld hebben we eigenlijk? 100.000. Oké, okay, dat is niet superveel. Ik weet niet hoeveel de Brera kost. Ik denk niet zoveel, maar... Ik denk iets van 30.000 misschien, maar... We hebben geen money to burn, om zo maar te zeggen. Niks aan de hand. We gaan nog steeds 200 km per uur. Ik weet eigenlijk niet eens meer echt welke auto's ik heb. Oh. Ik heb sowieso een... de beginauto. Dat was de Lancia. Dan heb ik... Oh, dit is zo'n tricky bocht altijd. Die ben ik vaker geweest. Dan heb ik de Range Rover. Die ik gebruikte voor de B-kampioenschappen. Oh, nee. Ook altijd deze verkeerde afslag. Ik ben echt iedereen aan het raken hier. Welke auto's heb ik nou nog meer? Ik heb deze, die heb ik gekregen. Oh, die kan ik wel verkopen. Want ik vind dit echt geen auto om te houden. Met heel grote Ryan op de achterkant en dat soort dingen. Hier. En de vlammen aan de zijkant, dat hoeft van mij niet zo. Liever een normale... Maar ik heb me dus voorgenomen om gewoon de routes die ik moet afleggen, om dat gewoon te doen. Dus dat doe ik ook. Oh, daar bijna een politieauto volledig geramd. Ik
Okay. Ga rustig door met ruim 200 km per uur. Turn left. Turn left. Oh, ik ben verkeerd gereden. Okay. Maakt niet uit. Gelukkig, dat is dan... Okay, dit is misschien niet het beste idee van vandaag. Ik wilde zeggen, gelukkig hebben we een off-road vehicle. Here we go. Alsof er niks gebeurd is. Waarom rijdt Busserman zo midden op de weg? Oh, ik hoopte zo dat we daar zo precies tussen konden. Het was zo mooi geweest. Maar nee. Het is niet zo heel ver meer. 10 kilometertjes. Dat is natuurlijk niks. Het gaat best goed. Misschien kunnen we gewoon... Oh, dat was een beetje raar. Rustig. Oké. We hebben bijna $500. Als het goed gaat. Oh, dit ging niet goed. Het ging fout. En we beginnen weer op nul. Nou, het is technisch gezien wel een manier om natuurlijk oneindig veel geld te verdienen in dit spel. Je kan altijd, als je echt geen geld hebt, kan je altijd dit doen. Intersection, turn right. Turn right. Het is volgens mij Santa Eulalia. Dit stadje. Een kledingwinkel. Oké. We doen het een beetje rustig aan. Alhoewel we rijden met 130 door de stad, maar maakt niet uit. Oeh, dat was wel close. Bij Duitsland ga ik cashen. Ik dacht dat... De vierde versnelling is een beetje raar. Dat ging me net goed. Maar daar is weer Busserman. Wat? Hoe heeft hij me kunnen inhalen? Your destination is 2 kilometers away. Vertel dat eens. En hij komt ook nog eens van de andere kant nu. Wow, ik ben hem kwijt. Maar toch niet en ik heb $1000. Net op tijd ging het. Dat was nice. Toch even $1000 verdiend. Destination is 1 kilometer away. En nog 200. Your destination is 500 meters away.
Alright. Oké, okay, we komen hier dus voor de Brava. Dat is niet deze, jammer genoeg. Dit is een A3. Daar zien we wat Pagani's. Maar we komen voor deze. Alright. Oeh, 45.000. Nog best wel duur. Maar we kunnen hem natuurlijk inruilen. Tenminste, kan dat. Volgens mij kan dat. We willen deze. Oké, okay, we kunnen niet kiezen welke banden we erop hebben. Oh, waarom kunnen we de kleur ook niet kiezen? Wat? Oké. Okay. Een beetje raar. Here are the keys to your new car. En ik heb ook nu nog steeds die andere auto. Dat is een beetje jammer. Waarom kon ik de kleur niet kiezen? Dat was raar. Is het omdat dit gewoon een editie is van deze auto? Het is best een coole auto. Oké, okay, waar gaan we naartoe? De A7 Championship. Dat is wel weer exact waar we net waren. Oké, okay, dat gaan we niet doen. Want dat zijn toch eigenlijk alleen maar wegen waar we al op gereden hebben. Ik zet mezelf gewoon hier neer. Kan ik een beetje inkomen in deze auto? Klinkt wel beter dan de Volkswagen Touareg. Dat is wel vrij duidelijk. Your destination is 2 kilometers away. At the next intersection, turn right. Turn right. Intersection, turn right. Your destination is 1.5 kilometers away. All right. These are all based. Your destination is 1 kilometer away. De auto klinkt best aardig, zou ik zeggen. Your destination is 500 meters away. Let's go. We gaan beginnen. A7 Championship. We don't have all day. Tess, are you ready? Always. Perfect! Hello everyone! It's D-Day for Solar Crown. Things will start to get serious with this, the first Asphalt Championship. Forget the off-road and classic competitions. Today's challenge is all about performance and performance cars. And I hate to break it to the other racers, but this is my event. I hope you like the look of my taillight. Altijd charmant. Waar gaan we mee beginnen? Zullen we gewoon met de speed challenge beginnen? Waarom ook niet? Waarom ook niet? Dan hebben we dat maar gehad. Right, in zijn inzetten. Nooit vergeten. 300 miles per hour. A
A true treat for the senses. Almost maak je een fool van jezelf. Stay tuned. Things are going to heat up. Let's go. Oké, het is wel een beetje makkelijk dat ze je neerzetten bij het begin van de snelheid. Dat is een beetje... Oké, de basissnelheid is 110, dus dat is ook niet echt heel langzaam. Netjes, netjes. Nul strafpunten. Ah, misschien is het wel goed een goed idee om er hier ergens af te gaan. En dan de rotonde op. Oh, ik ben hem kwijt. Nee! Oh! Wat? Dat was ongelooflijk. Hoe ik daar niet de muur raakte en hoe ik ook niet die andere auto raakte. I have no idea. That's crazy. Die hobbeltjes zijn wel een beetje tricky. Oh, we hebben nog maar 10 seconden. Okay. Ja, dan heeft het niet zoveel nut om te keren. Stop maar. Derde? Dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt dat ik eerste zou worden. Maar oké. Okay. Blijkbaar niet. Alright. Gaan we naar de eerste race? Nou ja, wat is er allemaal? Ik wil eerst deze dingen gewoon gedaan hebben. De speed trap. Ik vind deze dingen altijd op zich wel leuk, maar... Het gaat uiteindelijk meer om de races, denk ik. Wel verrassend dat ik derde werd. Volgens mij ging het best wel goed. Live from the starting line for a new challenge of Solar Crown. Oké. Who will win today? The best. Hoe gaan we dit doen? Dat is altijd de vraag. Stuart Wintory rijdt in dezelfde auto. En hij heeft ook dezelfde kleur. Volgens mij die auto achterin die had ook dezelfde kleur. Dus je kan blijkbaar deze auto gewoon in één kleur kopen. Maar ik kan me toch herinneren dat ik hem in het rood had ofzo. We moeten even kijken waar Tess heen ging. Wauw, we hebben ze nu al geditcht. Die mensen achter ons. Oh, er zijn maar 3 checkpoints. Dat is niet veel. Oké. Dit ging sneller dan wat Tess deed. Let's go. Deze kunnen we nog wel beter doen. Niet als we dit zo doen. Oh mijn god. Draai. Oké, met 40 seconden moeten we wel omdraaien. Maar we kunnen hier gewoon omdraaien. We staan wel eerste. Ondanks dat we niet overal de snelste zijn. Alhoewel, bij punt 1 zie je dat we even snel zijn als de snelste. En bij punt 3 zijn we maar 2 km per uur langzamer, dus ik maak me niet zo heel veel zorgen. Maar dit gaan we verslaan. Best wel dik. 177. En ik denk dat als je vanaf deze hoek komt, dat je meer snelheid mee kan nemen. Jawel. Alright.
Dus gaan we dit dik winnen. Zonder enige moeite. Kijk even naar het verschil met Stuart. Tess is derde. En dan moet ik wel eerst zijn. Samen met Tess en Stuart. Dat is best wel nice. Alright. Wat gaan we nu doen? Ik denk... de time trial. Zijn er... Oké, er zijn drie races. Ik wil eerst de time trial dan doen. Want ik bedoel, in een race kan je altijd een beetje... Dan zie je ook wat alle andere mensen doen. Dus dan kan je een beetje soms iemand een duwtje geven als hij net 2 punten meer heeft in het klassement, weet je. Dus, en in time trial heb je natuurlijk geen idee wie wat aan het doen is. The pressure of the competition is really starting to show. Staat hij in zijn één? Ja. Dat was niet het beste, begin. Vind ik jammer dat je niet in een van deze soort van time trials, zeg maar, echt door dat... door het stadje gaat, want dat vond ik altijd heel leuk om doorheen te rijden. We zijn de snelste op de baan, maar het gaat nog niet super snel. We hebben nu al 12 kilometer gereden met deze auto. Oké, rustig afremmen. 2 seconden, dat is prima. Ik kan zo meteen wel even daar naartoe rijden, naar het echte centrum. Hé, hey, we hebben Ferrari ontdekt. Oké, remmen. Terug naar z'n 2. Waarom doet hij dat steeds niet? Rustig. Oké, hij wil wel heel graag naar zijn 3. Oh mijn god. Kijk, als je hier rechtdoor gaat, dan kom je echt in het oude gedeelte. Oh, dat ging goed. Wow, ik ben hem kwijt. Oh. Alfa, ga. We gaan het niet halen. Oh, ga. Het moet ook aan beneden aan een heuvel gebeuren. Oh man. Tweede. Oké. Okay. Het ging zo goed. Ik had echt 7 seconden voorsprong. Maar die laatste hobbel. Right. Nog 3 races zijn er. Laten we deze als eerst doen dan. Kilometer. And we're off for a new competition of Solar Crown. Good luck to all of you, and I'll see you at the finish line. Oké. De vrouw die je net hoorde, die begint op pole position, maar dat is fijn. En er is gewoon verkeer op de weg. En ik heb een hairdresser discovered tijdens de race. Kan allemaal in dit spel. Oeh, ik had hem een beetje lag.
is niet heel erg handig. Oké. We zijn er langs. Oppassen, oppassen. Ja. Oké. Dit is een andere beuk. Oh mijn god. Wauw. Hoe ik daar twee keer niet een lantaarnpaal heb geraakt. Ik weet het niet. Dit lijkt een easy one te gaan worden, maar ja, dat was de vorige ook. Dat is een beetje iets te enthousiast. Brand name clothes. Oké. Waar kunnen we shoppen? Een stukje. Niet tegen die brandweerwagen aan. En dan hebben we gewonnen. Nice. Stuart gaat denk ik tweede eindigen. Nee, oké. Oké, we staan gelijk. Tess is tweede geworden. En er zijn nog twee races. Dus alles kan nog gebeuren. Laten we deze race helemaal in het zuiden doen. Why not? 3,5 kilometer. Niet zo heel lang. Beetje hetzelfde als de vorige. Eens inzetten. Altijd belangrijk. Good luck to all of you, and I'll see you at the finish line. En daar gaat Tess. Oh, Miami Harris ligt derde. Dat is verrassend. Oh! Prachtige switchback move daar. Dit is wel heel erg stijl. Holy hell, als je hierop moet fietsen. Hier, ja, op moet fietsen. Dat lijkt me geen pretje. Alright, we zitten al op het laatste gedeelte. Tenminste, één na laatste. Eén checkpoint. Niet in het water. Waarom is daar geen vangrail? Precies daar is geen vangrail. Dat vind ik wel bijzonder. Dus je komt gewoon vol rechtdoor schieten daar. Here we go. 300 meter en
Boom. Finish. Oké, we staan nu weer eerst in het klassement, maar het is nog niet helemaal gedaan. Want als ze een foutje maken in de laatste race, dan kan dat wel eens het kampioenschap kosten. Oké. Race van bijna 7 kilometer, 2 rondjes. That's fine. We find our competitors at the starting line for what promises to be an intense race. And let's go. Natuurlijk word ik bij de start alweer ingehaald. Als het zo blijft, dan eindigen we met evenveel punten. Maar ik denk dat ik dan gewoon het kampioenschap win, omdat ik meer evenementen heb gewonnen. Want Stuart... Alhoewel, had Stuart er één gewonnen? Ik dacht dat hij er één had. Ja, volgens mij wel. Ik ga niet de hele rotonde over. Dan nemen we gewoon de korte route. Right, hier ging het volgens mij fout in de vorige in de time trial. Oh, ligt nog steeds eerste. Dit is niet mijn favoriete plek op de map. Twee crashes in, nou ja, crashes. Dat was geen crash, maar het ging twee keer fout op die plek. Je kon de plek waar het in de time trial fout ging, kon je vanaf daar zien. Oké, volgens mij is het volgende checkpoint is de start-finish. Dan hebben we één rondje gedaan. Ik vind het op zich wel een leuk circuit dit. In de stad natuurlijk. Maar het is snel, maar er zitten ook een paar scherpe bochten. Ook een paar hoogteverschillen. Best wel oké. Er is een zesde versnelling. Hier ga je gewoon boven de 200 km per uur. Het is een snelle bocht. En ook hier ga je waarschijnlijk boven de 200 km per uur. Dat is quite nice. Right. Dit is weer mijn favoriete plek. Maar voor de rest gaat de race vrij makkelijk. Oh, dat is een 1. Dat moeten we niet hebben. Oké, laatste stuk. Eigenlijk alleen nog maar een beetje rechtdoor dus. Dan hebben we dit kampioenschap binnen. Krijgen we waarschijnlijk ook nog een paar honderdduizend dollar. Misschien, ja, zoiets. Oh, dat was niet nodig. Maar oké, we zijn binnen.
Even kijken of ik mijn controller eruit kan halen. Is die vol? Oh man, PlayStation 3 controllers. Zo snel opgeladen weer. En ze konden ook veel langer mee. Uiteindelijk gewonnen met 11 seconden. Dus dat is best wel ruim. En dan is het kampioenschap binnen. Stop it! Oh God! I said stop it! Our new challenger clinched a victory today. Well, it seems that talent isn't always enough. You also need luck. Tess is duidelijk niet zo heel tevreden. You also need luck. Wij waren natuurlijk gewoon veel beter. Ja, als het goed is, komt er ook een high championship. Ah, dat is hier. Zo'n stukje hier vandaan. We kunnen ook naar A6, maar dat is nog verder. Zullen we gewoon deze doen? 7 challenges zijn dat. Ik denk dat dat de beste optie is. Het is 18 kilometer. Misschien komen we dan nog langs een dealer waar we een A6 auto kunnen kopen. Want ik wil... Welke wilde ik nou? De Audi. We komen redelijk in de buurt bij Audi. Ik wil de Audi TTS. Oké, dus we gaan eerst daar naartoe. Ik denk dat we dan best wel even snel weg kunnen. Is dit een dirt road? Ik ga gewoon over de snelweg. Dat is het, ik denk het snelste. Dan ben je er echt binnen een paar seconden. Als ik heb onthouden waar de snelweg is. Uiteindelijk gaat dit wel ophouden, neem ik aan. Here we go. Kunnen we hier stickers doen? Ik wil even kijken wat je hier kan doen. Stickers en car paint. Oh, als we de paint kunnen veranderen. Ik wil deze auto veel liever in het rood. In het rood van. Oh, je kan gewoon doen wat je wil. Oh, dat is wel cool. I like that. Dit is wel heel erg wit. Ik vind dit ook wel cool. Super donkerblauw. Hoe duur is het eigenlijk? Dat is ook wel een goede vraag. Volgens mij is het best wel duur. Kan ik me herinneren. Maar ik wil... in het rood. Maar hier is rood. Maar hier is ook rood. Dus ja, dit rood is wel beter. Zo? Dit is... Ik vind dit wel oké. Je kan ook een bicolor paint doen. Wauw. Dat ziet er echt niet uit bij deze auto, maar... Dat doen we maar niet. Ik vind dit wel een mooie kleur. Ik vind dit prima. Misschien iets donkerder. Zoiets. Dit is wel oké. Oké, het kost 2000. Dat is niet zo heel duur. Maar je kan ook nog kiezen tussen... deze dingen. Dit is matte. Dat vind ik op zich wel het mooiste. Dit vind ik niet mooi. Carbon. Dat is niet echt
Alle, het ziet er best wel oké uit, maar... Nee, laten we voor Matt gaan. Wat voor stickers kan je opplakken? Zijn dat boeiende stickers? Het zijn in ieder geval dure stickers, dat kan ik je wel vertellen. 10.000 deze. Ja, wat is leuk om hier op te plakken? Een vlag misschien, dat is wel oké. Is de Nederlandse vlag, hè? Nee. Dan kan je wel de vlag van Singapore hebben, maar niet de vlag van Nederland. Okay, even kijken. You can move the sticker around, rotate or enlarge. You may also adjust the transparency and color. Hoe vergroten we dit? Ja. Het lijkt me best wel leuk om dat een keer bij een auto te doen, maar dat is wel super klein. En dan nog steeds kost het 10.000 waarschijnlijk. Dat lijkt me niet echt een goed idee. Oké, kunnen we hem ook weer verwijderen? Once you are satisfied, you can pay. You can also erase all the stickers or cancel all the current modifications. Ik wil maar één ding verwijderen. Clear. Oké, there we go. Hey, waarom kost het ineens maar 1000? Omdat ik Oké. Ja, dit is goed. Ah, en nu kost het 3000. I don't understand. Waarom zet je er een bord voor? Ik vind de kleur wel een stuk beter dan dat grijze. Maar misschien... Wauw. Het is zo donker dat het wel zwart lijkt zo. Alright, let's go. Hebben we dat ook weer gezien? We verdienen het geld wel weer terug op de snelweg. Let's go. Dat was best knap, maar we kregen er geen punten voor. Oh, het geluid. Het geluid is zo goed in dit spel. Ik weet niet of ik exact op de goede weg zit. Maar ik denk het. Dus ik hou het zo. Ik denk dat we ergens bij een grote rotonde naar links moeten. Binnenkant, netjes. Ja. Alright. Alweer dit. Oh nee. Oh. Nu gaan we pas echt de snelweg op.
Dit is gewoon ruim 10 kilometer lang rechtdoor deze weg. Adam, die rijdt waarschijnlijk weer midden op de weg. Oh mijn god, Adam, wat ben je aan het doen? Oh. Oeh. Dat bordje, dat heeft niemand gezien. We hebben $1000, maar... ik ga voor het maximale. Oh, kijk, nu maakt hij ineens een sprong ook naar 1500. Hè. Dat gaat ineens best wel snel. Nu? Oh. Dat wordt hem niet. 1 klein knikje in deze weg. Het gaat meteen fout. Ik denk dat we nog wel $1000 kunnen verdienen. We zijn nu in area 1. Oh mijn god, waarom doe je dit soort dingen? Kijk, volgens mij, Frankie38, volgens mij is het idee... van dat een online iemand is. Dus je denkt nog steeds dat de andere mensen in je wereld zitten. Maar volgens mij is het gewoon een computer. Frankie38. Want de servers zijn dus uitgezet. Of worden in ieder geval niet meer gebruikt. Zes kilometer. Ja, dat gaat toch best wel snel. $252. Sneller gaat hij niet. Dat is wel duidelijk. Oh, ik schamte hem. Scheelde niks. Andrew Sullivan. Geen idee wie dat is. Maar rijdt hij ook in de Solar Crown? Ja, volgens mij wel. Wat? Wat gebeurde daar? I have no idea. Hey, er is hier ergens een hidden car van wreck. Waar kan die zijn? Oh, volgens mij is het gewoon bij de dealer. Of niet? Man, zet hem eens achteruit. Geen idee waar we nu naartoe rijden.
Ah, daar is hij. Daar is hij. De Beetle. Oké, okay, we hebben er twee. We gaan zeker een keer al die wrecks vinden. Misschien daar een speciale aflevering aan wijden. Wijden? Wijden? Geen idee. Alright, 2 kilometer nog en dan zijn we bij de dealer. Dus dan zijn we nog niet eens bij de bij het kampioenschap. Ik moet zeggen, ik kom wel heel veel mensen tegen. Lacard John. Your destination is 1.5 kilometers away. At the next intersection, turn left. Turn left. We zijn nu in het zeg maar beginstadje. Want Anthony. Your destination is 500 meters away. Alright, bij de Audi dealer. You have reached your destination. Deze. Ja, best aardig toch? Lijkt mij een goed autootje. We kunnen hem niet verkopen. Of tenminste, de auto die ik nu heb. Die van Ryan, die bedoel ik. Waar is die vrouw? Oh hier. Nee. De S3 is ook wel een leuke auto. Het is eigenlijk bijna hetzelfde. De TTS heeft iets meer pk. En is $3000 duurder. Maar ziet er wel iets cooler uit. Wat gaan we hier? Ik vind deze wel oké. Okay. Gaan voor deze. Ik vind dit wel een mooie kleur, moet ik zeggen. Maar oranje valt in ieder geval wel op. Dit is ook niet verkeerd. Ik denk dat ik gewoon voor normaal zwart ga. En dan ja, wel voor rode. Rode stoelen. Here are the keys to your new car. Alright, dan gaan we naar het kampioenschap. Dat is hier zo. Maar is dat bij dat huis wat ik heb? Ja, hier. Ik heb 3 huizen op dit moment. Deze krijg je natuurlijk bij de start. Deze, de caravan. Right, laten we even naar het interieur kijken. Ik heb wel een ingebouwd GPS-systeem, dat is altijd fijn. Maar ik gebruik toch liever deze camera. You are driving in the wrong direction. Ja, ik ben bezig. Turn around when possible. Oké, het is nog 4 kilometer. Turn right. Geen idee waarom die auto bleef stilstaan. Oeh, het begint te regenen. Oh, onderstuur, hallo. Wauw. Jeez. Break, 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 break.
destination is 3 kilometers away. Alright. We zijn er bijna. Ik denk dat dit kampioenschap ook meteen het laatste is van deze aflevering. Want dat duurt meestal denk ik ook wel 20 minuten, half uurtje. Zo'n kampioenschap. Your destination is 2 kilometers away. Oh, $200. Your destination is 1.5 kilometers away. 100 stuur. Gaat goed. Your destination is 1 kilometer away. Oh mijn god. Moest dat zo langzaam? The next intersection, turn right. Break, break. Turn right. Turn left. And let's go, A7 Championship. It's natuurlijk het high championship. Ja, ik denk dat ik dezelfde strategie ga doen als eerst. Hoe lang is die Eliminator race? Niet zo super lang. Ik denk dat ik gewoon eerst de speedtrap ga doen. En dan ik bewaar de races voor het einde. Ik doe eerst de aparte dingen, dan de time trials en dan de... En dan de races. Ik vind de speed dingen, of nee, dit zijn de speed traps. Die vind ik wel heel leuk. Ik vind de speed wel oké, maar niet zo heel boeiend. Het is gewoon zo lang mogelijk, zo snel mogelijk rijden. En hier zit ook een beetje strategie in, van hoe ga je rijden en zo. Altijd wel. Spannend. Okay. Het is niet echt een voordeel dat we een beetje achteraan beginnen. Iedereen gaat super lang, hè? Kom op, Chris Wilder. Kan sneller. Wat is nu het beste? Zo rijden. Oké, we hebben best wel lang de tijd. Alleen wat ik hier wilde, dat gaat niet werken. Ik wilde een iets langere aanloop. Kom op, let's go. Ik ga het alsnog doen. Een iets langere aanloop, dan ga ik deze sowieso winnen. En kan ik ook zien wat de computer gaat doen. Ik denk dat het een goede actie is. Oké, ze zijn allemaal naar links gegaan. Kijk, deze heb ik makkelijk gewonnen. Oh man, het duurt zo lang voordat je terug kan schakelen. Maar als je vijf versnellingen omlaag moet, dat duurt gewoon 10 seconden. Bijna. Oké, we hebben nog 2 dingetjes. 1 minuut. Dus we moeten wel een beetje tempo maken. We moeten die 3 nog halen. Oké, ook hier de snelste. We zijn tot nu toe overal de snelste. Ik denk dat we ook bij de laatste de snelste zijn, als we hem halen natuurlijk, maar we hebben wel wat tijd, alhoewel deze bocht is ietsje scherper dan ik dacht. Nou, de auto was een beetje onbestuurbaar. Lijkt wel alsof er iets onder de auto lag. Ik denk niet dat we hier de snelste zijn, maar ja, toch wel. Oké, pretty nice.
165 kilometer gemiddeld. Deze gaan we niet verbreken. Dat was best goed. Ja, ook nog best wel groot gat met Tess Wintory. Ik mag niet klagen. En ja, we kunnen de Eliminator doen, maar eigenlijk is de Eliminator een soort race. Dus ik denk, laten we de Eliminator gewoon als laatste doen. Waarom ook niet? Laten we eerst de Time Trials doen. Let's go. Oeh, het regent best wel hard. Hey there. What drama? Apparently the Wilder brothers are squabbling with Stuart again. Vraag me af hoe dit spel, zeg maar, nu de tijden van de computer simuleert. Moet toch ook rekening houden met dat het regelt. Dat is trouwens mijn huis, volgens mij. Of is dat een boerderij? In dat geval is het niet mijn huis. Ik denk niet dat het mijn huis is. Oké, ongeveer 3 minuten, deze time trial. Ik doe het rustig aan. Natuurlijk ook vanwege de regen en nog steeds ga ik wijd en nu krijg ik een penalty. En mijn tijd was al niet geweldig en ik had hier moeten doorschakelen. Dit gaat niet goed. Holy shit, 5 seconden. Oh mijn god, zoveel onderstuur. Wauw. 6 seconden. Oké, misschien was het niet zo'n goed idee dat we in de regen gingen. Ik denk niet dat, dat er heel veel rekening mee wordt gehouden als ik een seconde per checkpoint verlies. Okay, ik heb wel tijd teruggewonnen, maar ik heb inmiddels ook bijna een seconde aan penalties. Ja, dit is gewoon pure snelheid. Oh mijn god. Dat glijdt zo door. Nee, dan lose it. 9 seconden. Dat is niet helemaal normaal. Als je bedenkt dat ik normaal dit soort dingen gewoon met 5 seconden win. Wauw, 12 seconden, what the fuck? Dit kan ik me niet herinneren. Ik dacht dat tijden gewoon wel aanpassen. Dit is een beetje raar. Crazy. Dat gaan we sowieso opnieuw doen. Dat weet ik wel. 13 seconden. Wauw. Ik bedoel, ik geef toe dat dit niet mijn beste rit was. Maar als ik gewoon tussen 2 normale checkpoints zonder dat ik echt iets fout doe. Als ik een seconde verlies, dan is dat vrij apart. Dat gebeurt normaal niet. Man. Ben ik ook laatste? Ja, parkeer hem tegen een boom. Ja, wat? Dit is zo raar. Moet wel zeggen dat de Alfa Romeo's het sowieso niet zo geweldig doen. Ik heb een fout gemaakt. Oh nee, ik kan hem hier. Phew, ik dacht dat ik de kans had gemist om hem het te herstarten. Maar het regelt nog steeds keihard. Oké, ik ga eerst kijken of ik bij het eerste checkpoint. Alhoewel, ik kan de time trial volgens mij niet verlaten. Want dan heb ik gewoon geen punten. Dacht ik. Ik kan niet nu even iets anders gaan doen. Oh, kijk nou.
Oké, ik moet het gewoon zo goed mogelijk doen. Denk ik. En dan hierna maar gewoon een race gaan doen. Of ik was gewoon echt super slecht. Nee, dat kan niet. Maar het gaat nu wel goed. Tenminste, redelijk. Ja, hier verloor ik de vorige keer een seconde en nu win ik een seconde. Dat is best wel apart. Nu ken ik het parcours natuurlijk ook een beetje en dan weet ik dat ik hier gewoon flink voor moet afnemen. Dan heb ik gewoon 3 seconden voorsprong. Wat de hel. Ik ga van 12 seconden achterstand naar 3 seconden voorsprong. Op dit moment. Ik denk dat de AI gewoon niet was ingesteld op. Omdat het regelde of zoiets. Zoiets raars. Alhoewel, nee. De tijd is natuurlijk gewoon hetzelfde. De time to beat, om zo maar te zeggen. Het was wel een beetje langzaam, maar oké. Kijk, hier win ik gewoon een seconde. Zo raar. Oké, dat was best bijzonder. We halen het nu gewoon makkelijk binnen de tijd. Wat de hel. Zo raar. Het zal wel. Het zal wel. In dat geval kunnen we gewoon naar de volgende time trial. Dat is deze. Die is wel ietsjes langer. Tenminste, hoe lang was deze? 4,9. Hij vond het best wel lang, deze. Die we net deden. Alright. Ik denk dat de tijd iets van 3 minuten nog wat is. The engines are heating up on the starting line. The final moments of anticipation before this epic confrontation begins. What surprises will Solar Crown give us this time? Oh. 2 minuten 35. Oké. Alright then. Nou, we beginnen goed, dus. En begint droog te worden. En het begint licht te worden. Dat is ook wel belangrijk. Ja, dit is inderdaad wel een vrij snel parcours. Nog net op de weg gebleven. Geen penalties. Nog een keer. Oké, we hebben 2 seconden voorsprong. Hele kleine penalty nu. That's oké. Oeh, het wordt nog spannend. We zitten pas op de helft, dus zo gek is dat weer niet. De weg is een beetje onvoorspelbaar. Dit is wel een mooi uitzicht.
Het is close. Oh, dat was goed. Dat voelde goed. Hier. Maar we kunnen het ons veroorloven om tweede te worden. De races zijn ook altijd wel wat makkelijker. Maar ik denk dat we gewoon eerste worden. Als we nu niet de fout ingaan. En dat is inderdaad zo. Waarom die zo moet crashen steeds? Uiteindelijk met bijna 2 seconden. Dus dat is prima. En we hebben 6 punten voorsprong in het kampioenschap. Dus dat is ook prima. Dan gaan we naar de eerste race. Dit is een lap race. Zo meteen de langste race. 9,3. Nou ja, die Eliminator is 9,4. Dus best wel lange... lange kampioenschap dit. Volgens mij in de vorige A7 kampioenschap was de langste race iets van 7 kilometer. Dus. But let's go. 3 rondjes. Ik vind hem wel een stuk mooier zo in het rood. Geen grip. Dus we worden meteen weer ingehaald. Rustig afremmen voor de eerste bocht. ...28 checkpoints. Dat is best veel. Ik heb een voorsprong. Die geef ik natuurlijk nooit meer weg. Oeh, alhoewel. Nee. Alles is onder controle. Rustig. We hebben geen haast. We kunnen gewoon rustig doen. Oké, dat was het eerste rondje, denk ik. Ja. Zijn voorsprong. 7 seconden bijna. Ja, de race is gewoon nog een tikje makkelijker dan time trials. Bij time trials kan je natuurlijk ook best wel snel een penalty krijgen. En met racen maakt dat niet zoveel uit. Dan mag je gewoon op het gras komen. Oh mijn god. Alright. Dit is best wel een snel stuk. Oppassen. Tijd remmen. Pretty good. Oh, dat is de eerste versnelling. Dat is niet goed.
En het laatste rondje. Oh, tikje laat gerend. Loopt goed af. Acht seconden voorsprong. Pretty easy. Alright, laatste stuk dit. Niet zo'n hele boeiende race, zou ik zeggen. Natuurlijk ook omdat het een omdat het rondjes zijn, is het niet, zeg maar, is niet alles nieuw. Dus na één rondje heb je natuurlijk wel, heb je alles al gezien. Oké, daarom hou ik op zich ook niet zo van die Eliminator races, omdat dat zoveel rondjes zijn. Maar it's okay. We hebben hem binnen. Binnen 5 minuten ook. En we hebben eigenlijk al bijna het kampioenschap binnen. Ik vraag me af of dit kampioenschap echt moeilijker is dan dat eerste kampioenschap wat we deden. Oh, dit is ook wel een lange race. Maar wel een mooie, denk ik. Langs de kust. 7 kilometer. Wat een lange journey zijn dit. Maar oké, dit is een point-to-point race. Dat vind ik altijd wat fijner in dit spel. The engines are heating up on the starting line. Het is wel een lekkere heel start, hè? Hellingproef. Nou, dat was niet echt goed. Tikje te vroeg geschakeld. Aan de binnenkant. Oh, sorry. Let's go. Er zijn andere auto's op de weg. Dat is nooit een goed teken. Oh, het gaat net goed. Ik ben benieuwd of de AI dat ook goed handelt. Oh nee, we missen de boompjes. Dat is goed. Terug op de baan. Test Wintery. Ja, waar is Stuart Wintery gebleven? Die lijkt wat te zijn weggevallen. Sowieso in dit kampioenschap. Wow. Die auto zag ik echt niet. Die zag ik echt niet. Pas toen ik echt op een haar dat we aan elkaar voorbij gingen, zag ik hem. Dat was echt zoveel geluk. Want ja, ze zitten wel redelijk op mijn hielen. Maar het is wel een mooie weg. Dat zei ik al van tevoren. En Andrews. Wacht, waar is Tess gebleven? Wat de hel, waar is Tess?
No way. Ik denk dat ze gewoon ergens tegenaan geknald is. Tegen een van de auto's. Dat was geen beste bot. Kom op. Het scheelt maar 2 seconden. Het is een stuk closer dan die andere race die we net deden. Nu zijn we in mijn terrein. Als dat harder mag. Huppatee, kijk eens even. Seconden en we gaan naar de finish, 800 meter. Maar waar gaat Tess eindigen? Natuurlijk, op zich maakt het mij niet zo heel veel uit, omdat ja, ik win dit kampioenschap toch wel, maar het is toch interessant. Altijd leuk als Tess een slechte dag heeft. Waar gaat ze eindigen? Zesde? Dat is niet goed. Staat ze nog wel tweede? Ja. Dat wel. Alright. Volgens mij hebben we nog 2 dingen te doen. Een andere race en een eliminator. Laten we eerst deze race doen. All the way down. Is dat een soort van hill climb? Maar dan tegenovergestelde. Find our competitors at the starting line for what promises to be an intense race. Let's go. Wauw, we hebben een goede start. Ja. Wauw, we hebben een betere start dan Tess. Dat verbaast me. Ja, het is een soort van, nou ja, tegenovergestelde van een heel climb dus. Ga naar beneden. Hier moet je oppassen. Die zag ik aankomen. Right, zit al qua checkpoints op de helft van de race. Gaat best snel. Nu gewoon full throttle. Totdat er een scherpe bocht aankomt, zoals hier. Oh, nog een jump. Nice. Hier is de... welke dealer was dat? Is dat de Engelse dealer? De Italian Classic. Ik denk dat de Italian Classic is. Daar zou ik de Ferrari Dino hebben. Dat is wel een auto die ik wil hebben. Net zoals een Pagani. Die wil ik ook hebben, puur voor het geluid in dit spel. De Pagani is zo goed. Maar here we go.
dat was een best wel leuk parcours, vond ik. Snel en soms wat hobbeltjes die je niet ziet aankomen. Maar kijk even naar de voorsprong die ik heb in het kampioenschap. 20 punten. Pretty nice. We hebben alleen nog de Eliminator race te gaan. Op zich kan ik gewoon laatste worden en dan win ik het kampioenschap. Maar dan loop ik wel $3000 mis. Maar de Eliminator race is dus dat er elke ronde één iemand afvalt die als laatste over de streep komt. Dus je moet zorgen dat je niet achterblijft. We meet again live at Solar Crown with all your dus, als je crasht in de eerste bocht, dan heb je misschien wel een probleem. Let's go. Het is wel een vrij kort rondje, want de totale race is maar 9 kilometer. En als je dan iets van 8 rondjes moet doen, ja. Oh nee, 7. Dan, als je heel snel uitrekent, is een rondje iets langer dan een kilometer. Oh nee. Wat zei ik over fouten in de... Nou, kijk. Ik zei eerste bocht, maar eerste rondje. Oké. Zolang we tweede liggen, is er nog niks aan de hand. Er is sowieso niks aan de hand, want... We winnen dit kampioenschap wel. Maar het is toch... Je wil voor de eer... Wil je test toch nog een keer verslaan. Oké, dit was één rondje. Nu. Dus dan is het Adam die als eerste gaat afvallen. Kijk, ik heb al een redelijke voorsprong. Hij moet geconcentreerd blijven, want het is een relatief lange race natuurlijk. 9 kilometer. Je kan zomaar, als ik nu een fout maak, een hele erg fout, zoals ik kon tegen die, of ik kwam tegen die lantaarn terecht en zij zouden me allemaal weer inhalen, dan heb ik een probleem. Oh mijn god. Stuur gewoon in. Doe niet zo moeilijk. Dit rondje is zoveel slechter dan het vorige rondje. Het is echt niet normaal. Ik denk dat dit misschien wel 15 seconden langzamer is. Miami. Dat vinden we ook niet erg. Weer te laat gerend. Voor deze bocht. Right, we zitten over de helft nu. Ryan Wilder gaat afvallen. Break.
Rustig. Ja, dat was best aardig. Dit zou wel eens mijn beste rondje kunnen zijn. Wauw, ik heb deze auto vandaag gekocht. Ik heb er al 104 kilometer mee gereden. Dat is best wel cool. Moet je eens nadenken, 104 kilometer. Het zijn natuurlijk in dit spel gewoon echte kilometers. Dus dat is, vind ik wel bijzonder. Kijk, in Euro Truck Simulator bijvoorbeeld, dan zie je... dan heb je misschien 10 minuten gereden en dan heb je 100 mijl afgelegd of zo. Maar in dit spel... En dan betekent het ook niet zoveel. Maar in dit spel is het gewoon echte kilometers. Natuurlijk rij je wel vaak met 200 kilometer per uur of zo, maar... Het zijn wel echte kilometers. Nou, het zijn neppe kilometers, maar... Of virtuele kilometers. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Kijk eens even wat de voorsprong op Tess. Tess is de enige op de baan. Samen met mij. Nog een paar potjes. Weggehaald. Altijd goed. En daar is de finish. 6 minuten. En dan hebben we dit kampioenschap binnen. Hebben we volgens mij... Hebben we alles gewonnen? Ja, uiteindelijk wel. Natuurlijk die time trial hadden we opnieuw gedaan. Die ging niet zo goed de eerste keer. Maar voor de rest, eigenlijk geen problemen. Dus dan gaan we weer luisteren naar Tess de Woede. All eyes turn towards our challenger with this victory in the Asphalt Championship. Where will this ascent end? The answer in the next round. Nou, dat was heel professioneel van Tess. Ik denk dat ze zich er gewoon aan over heb gegeven dat ik beter ben. Wacht, waar zijn we? Zijn we weer helemaal... Oh man. Ik hoopte dat we daar ergens waren, zodat ik gewoon naar mijn huis kon... Oké, ik zet mezelf al hier neer. Dan rij ik naar mijn appartement toe. Hoeveel van de wegen zullen we ontdekt hebben inmiddels? Dat kan je checken. Dat is altijd wel leuk. Ik wil altijd voor de 100% gaan, maar dat is zoveel. Dat is echt niet normaal. Er zijn zoveel wegen. Even kijken. Dan moeten we naar Rhodes. En mijn homebody. 6% van alle wegen in het spel hebben ontdekt. Oké, dat valt best wel mee. We hebben in totaal volgens mij, als je dat zo zou kunnen berekenen, hebben we 75. Ik ben nu rare dingen aan het zeggen. Ik bedoel, we hebben tussen de 36 en de 39% hebben we van alle wegen in Ibiza hebben we verkend. Dat is best oké, denk ik. Dat is prima. Alleen in Hawaii zijn nog veel meer wegen. Dus in totaal hebben we maar 6% ontdekt. Ik had even een brain fart, noemen ze dat wel eens. Hè? Ging even niet goed daarboven. Maar ja, ik denk niet echt dat we deze auto nog ooit gaan gebruiken. Ja, misschien voor het... je hebt altijd
een soort van slotkampioenschap. Dat was ik ook even vergeten, maar dat zag ik laatst. Wauw, oké. Volgens mij had ik hier gewoon voorrang. Dus geen idee wat die auto aan het doen was. Alhoewel, ik had mijn knipperlicht ook niet aan. Maar dat zag ik op YouTube. Dat je nog zo'n eindkampioenschap hebt. En dan moet je vaak alle auto's gebruiken die je in eerdere kampioenschappen hebt gebruikt. Dus daarom is het ook verstandig om niet meteen je auto's te verkopen. Als je het kampioenschap haalt. Oh, de paste! No way. Amazing. Alright, 2,5 kilometer nog. Even die 100 euro dollar in. Daar was een auto. Sorry. Het is leuk dat de politie het niet erg vindt als je aan de andere kant van de weg gewoon rijdt. Ik bedoel, in theorie mag je natuurlijk inhalen. Maar ook gewoon met 150 km per uur. Oh mijn god, die zag ik niet. Maar ja, volgens mij vindt de politie het alleen erg als je door rood rijdt. Dat vind ik heel apart, want ik bedoel, in dit spel, wie kijkt er nou naar stoplichten? Waarom doen auto's dit steeds? Hier had ik wel gewoon voor. Oké, misschien kwam ik met iets te veel snelheid. En ze vinden het erg als je tegen andere auto's spot. Dat kan ik wel begrijpen dan weer. Vooral als je tegen de politie auto botst, dat stellen ze niet erg op prijs. Maar oké, hier is onze, nou ja, het appartement. You have reached your destination. Wel mooi uitzicht. Ik bedoel, het appartement zelf is prima, maar stelt niet zo heel veel voor. Maar het uitzicht is wel behoorlijk. Vind ik zelf. Dat lijkt me best wel een cool parkje gewoon. Met het strand. Het is een prima locatie, best wel dicht bij de grote stad, die is daar. Dus ja, ik vind het wel een van de, misschien wel een van de beste locaties voor een huis. Alhoewel, het is misschien net iets te ver buiten de stad. Want volgens mij als je echt naar het centrum wil van die stad, dan ja, dat is wel iets van 6, 7 kilometer of zo. Maar oké, voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en ongetwijfeld komt er een volgende aflevering van Test Drive Unlimited 2. Maar dus ja, voor nu bedankt voor het kijken en tot dan.